Je ligt er best vaak wakker van. Het gaat goed met je bedrijf, maar de toekomst kent grote uitdagingen. Je bedrijf moet onderscheidend zijn om te blijven floreren. Maar hoe doe je dat met al die vragen die op je afkomen? Om onderscheidend te zijn, moet je wendbaar zijn. Je herkent kansen en wilt daar snel op inspringen. Maar hoe doe je dat zonder de basis te verwaarlozen? Zonder dus je weerbaarheid aan te tasten. Constant tussen twee vuren. Business en IT. Beide trekken ze aan je. Zoveel vragen. De antwoorden lijken voor het grijpen. Maar waar begin je? Hoe krijg je grip op het grote geheel zonder de details uit het oog te verliezen? En hoe leren we allemaal dezelfde taal spreken? Ons TOE-model is een raamwerk dat je daarbij helpt. Om zo toe te werken naar een samenhangende en complete digitale strategie. Geen enkel onderdeel staat namelijk los van de rest en kan dus niet alleen worden aangepakt. Allemaal afhankelijkheden. Zo is technologie vaak een aanjager om je doelen te bereiken. Maar dat zal je weinig of niets opleveren als je de werkwijze daar niet op aanpast. Of als je de organisatie niet hebt afgestemd op je nieuwe doelen. Het TOE-model toont al die afhankelijkheden waar mens, technologie en werkwijze elkaar versterken. En het geeft je ook inzicht op mogelijke obstakels. Het is ook als een spiegel. Klopt jouw beeld van de organisatie eigenlijk wel? Waarmee zijn we al op de goede weg? En op welke vlakken is er nog veel werk aan de winkel? Samen met Conclusion werk je toe naar een complete en gedragen digitale strategie. In een inspirerende en creatieve dialoog. Want it takes two to tango. Ook geïnteresseerd in een goede nachtrust? Neem dan contact met ons op en start de dialoog.